klopt wat jullie vertellen, dat jullie schuld hebben bij de ING, dat jullie gewoon terecht failliet gaan. Dat zei die man net ook die ik aansprak, die voor jullie naar binnen liep, die lange man. Oh, die curator. Dat jullie failliet zijn en dat jullie de dossiers niet willen publiceren, dat daar de zaak over ging. Dat zegt hij. Nee, het is iets anders. Kunnen we iets uit de wind gaan voor de goede geluid? Nou, hij... Smaad en laster zou ik het noemen dus. Ja, ja. Nee, want wij kregen DGB Energie, is een hele agressieve maatschappij. Die is ook nog beboet door de NMA voor 400.000 euro boete. Voor, ik geloof, 2022. Omdat ze klanten agressief benaderen. En tegen ons zeiden ze, jullie zijn geen klant meer. Dus ze deden net of ze failliet waren. Toen kregen we een ander in onze maag gesplitst. En toen na een hele tijd kregen we nog een naheffing. Die was vele malen hoger dan voor 3 maanden. Waar het op gebaseerd was, weten we niet. Dan een normaal op jaarbedrag. Dat was zeg maar 8.500. Terwijl we normaal 4.000... Hij staat in beeld, sorry. Oh. Terwijl we normaal 4.500 ongeveer betalen. Dus wij zeiden, wat is de reden? En toen zeiden ze, ja, je moet het gewoon betalen. Toen zeiden we, nou, kom dan langs. We kunnen het erover hebben. Nou, en toen kregen we gelijk de advocaat op ons dak. En toen zeiden je moet meewerken, je moet het betalen. Toen zeiden wij, nou, kom gewoon langs. Toen zegt hij, dat is niet de procedure. Ik zeg, nou, ik vind je gewoon lui als je als advocaat niet voor die 8,5 langskomt. Toen zegt hij, see you in de rechtbank. Toen dacht ik, nou, dat is een grapje. Nou, en toen kregen we de papieren. En toen was het niet van, je moet die 8.500 betalen, maar ons faillissement werd gelijk gevraagd. Dus we moesten gelijk failliet van hun. Nou, we hebben helemaal geen schulden. Alleen, zij hebben de ING gezegd dat wij failliet zijn en nu wil de ING de hypotheek opeisen. Ja. Dat is het verhaal. Dus dat is geen schuld, dat is tegen alle regels in contractbreuk en de hypotheek ineens opeisen. En dat geld, dat hebben wij natuurlijk niet. Het is helemaal niet zoveel. Maar je hebt eigenlijk ook helemaal geen contract, hè? Dat weet je. Ja, dus daar zijn we ook mee bezig. En we zitten natuurlijk in dat gedoetje dat je geen boetes betaalt. Nou, CJIB is ook een schuldeiser geworden. Ja, bij mij ook, ja. Ja, maar voor de rest... We hebben geen schuld. Nee, we hebben echt geen schuld. Maar hij doet net alsof, maar ze verdraaien het verhaal zo. Dat ligt alsof wij de kwaaien zijn. Maar er is een opeenstapeling gekomen. Want jullie hebben ook een filmpje geplaatst dat ze aan jullie deur staan bij jullie erf. Een hele heftige, emotionele video. Ja, die man daar, ja. Nou, hij kwam gewoon met politie en hij kwam... Hij deed net alsof hij de tent leeg kwam halen. Namens ING of namens het energiebedrijf? Dat of namens hij niet. De. Hij begon over de hypotheek. Wij ING. Denken, misschien is die wel doorverkocht aan hem. Dat ja. Hij ook die kans is groot. Dat die curator er nu mee zit. Die wil zijn centjes hebben. Want zijn... ING laat ook niks meer horen. We mogen onze hypotheek niet meer betalen. Oh? Wij bevroren? Willen... Of helemaal weg? Ze hebben alles geblokkeerd. Oh? Ja, dus we kunnen ook die hypotheek niet meer betalen. We weten niet welke rekening meer, maar we hebben de hoogste mensen aangeschreven. Niemand antwoordt. Nee. Dus het is een heel apart verhaal. Ja. Maar goed. Dus ja. Dus, maar dat we schuld hebben is echt niet waard. Maar ja, als zou je schuld hebben, dan hebben ze zich nog niet zo te gedragen. Nee, maar dat zou hetzelfde zijn als ze bij een van jullie zeggen van... Vanaf nu moet je die hypotheek terugbetalen. Ja. Dat kan toch niemand? Nee. Dat zijn... We weten wat het is. Het is niet voor niks dat ze al veel camera's hebben hangen en een douane-doorgang hebben. Hè? Ja. En misschien kunnen we ook nog wel iemand vinden die ons ermee wil helpen met die... Maar ja, als je gaat zien dat die akte, die zegt Erik, die zit ook al vol met misleiding. Dus we moeten even kijken hoe we dat op moeten lossen. Maar hoe is het voor jullie nu? Leven jullie in spanning? Wat is nu dan het gevoel wat je erbij hebt? Nou, ik denk dat Cito iets meer spanning heeft nog dan ik. Ja. Hij is wel een beetje... Ik vind het ook niet leuk. Maar ik ben ook, wat ik net al zei, aangehouden van de week. Donderdagavond ergens gewoon maar... Intimidatie. Ja, dan werd ik meegenomen naar het bureau en dan moest ik 3 uur zitten. Dat is toch ook niet normaal? Waarvoor? Ja, ze zeiden dat ik hard had gereden. Oh, en toen wilden ze mijn rijbewijs, die had ik niet bij me. Ik zeg, nou, normaal gesproken kan je die een keertje laten zien, toch? Nee, ik had geen legitimatie bij me. Ja. Het is echt een vergrijp. Ja, een misdaad. En ik zei de hele tijd tegen mijn vrije wil in. En ik was van goede wil. Mijn zoon van 14 was erbij. Maar het interesseert zich geen reden. Nee, criminelen zijn het. Even stil. Ja. Dus even maar ik mocht net om 12 uur moest ik naar huis. Of om 11 uur. Want om 12 uur wilden ze de nacht in en dan waren ze weer klaar. Dus ik was niet te zwaar. Maar ik vind het wel lullig dat ze het vasthouden en dat ze me arresteren. Ja, zeker. Terwijl ik 3 keer ook heb gedaan. Wat is het strafbare feit dat ik heb gedaan? Te hard gereden. Jezus. Ja.
En jullie boerderij loopt nog gewoon door? Eigenlijk wel, ja. Daar kunnen jullie wel nog inkomsten voor krijgen zonder rekening. Jullie hebben meerdere rekeningen. Ja, dat hebben we creatief opgelost, maar ze zitten nu wel bij de melkfabriek te zeuren. Dat bedoel ik. Ja, dat bedoel ik. Zulke dingen. Maar de melkfabriek heeft het niet aan hun gegeven, maar ook niet aan ons. Die hebben het geparkeerd. Zo van, we wachten eerst vandaag. Die wisten dus dat er een zitting was, vind ik ook zoiets raar. Ja. Ze verspreiden ook gewoon heel veel slechte informatie over. Ze zijn echt met smaak en lust bezig. Ja. Dus, ja, heel spannend. In Nederland. Ja. Heel veel sterkte. En die video heeft dat ook nog ervoor gezorgd dat jullie veel steunbetuigingen hebben gekregen. Of brieven, of post, of berichten. Worden jullie wel gesteund door het Nederlandse volk? Zeker wel, ja. Dat is ook natuurlijk het belangrijkste waarvoor we hier zijn. Om jullie te steunen. Dat je niet alleen voor staat. En dat we dit niet zomaar laten gebeuren. Ja. Want dat is eendracht maakt macht. En ook als wij hier massaal steun aan jullie bieden. Dan kunnen jullie ook moeilijker worden opgelicht. Dat iedereen hier staat. Want dan ga je al met 1-0 naar binnen. Dan denk je zo. Want ook mocht het zo ver komen. Dan heb ik ook heel veel berichten gelezen. Willen mensen ook een muur voor jullie bedrijf maken. Hè? Een levende muur. Een levend schild. Oh, dat is ook leuk. Ja. Aardig en fijn, hoe zeg je dat? Dat er zijn al heel veel mensen mee bezig die de boerenonteigeningen willen tegenhouden. Dit is dan weer een hele een aparte zaak natuurlijk. Het staat een beetje los van de stikstof. Ja. Maar er zijn genoeg vrijwilligers om de boeren echt tegen deze onteigening te beschermen. En ook jullie. Ja, maar ik denk dat het wel het doel is om iedereen te onteigenen. Eens kijken, het hoeft niet te zijn de stikstof. Ze grijpen iets kleins aan, dan maken ze je... 8.500 proberen ze ons failliet te verklaren. Ja, bizar, hè? Maar wij geloven het niet dat we failliet zijn. En zij geloven het ook niet, maar ze brengen het wel in de wereld. Ja. En al die instituten vermelden het dat je failliet bent. Dus dat is heel moeilijk om daar tegen te vechten. Ja. Ellen, ik ben voor €7,5 koopwoningen. Wat zeg je? Ik ben voor €7,5 in koopwoningen. Echt? €57, zo. Ja, het is moeilijk een interview nu te doen. Veel mensen bemoeien zich met het gesprek, maar... mind blown. We blijven deze mensen steunen in hun zaak. Deze boer en boerin. En mensen zijn al nu weggegaan. Hier is Erik. Ik kende Erik niet. Ik heb wel wat hier en daar gelezen over één Erik. Nu weet ik pas wie ik voor me heb. Dus steun deze mensen in nood. Het is verschrikkelijk wat hier aan elkaar wordt gelogen en bedrogen. En we houden jullie op de hoogte en we zullen hun zaak op de voet volgen. Hij houdt niet zo van praten. Maar het is een interview. Mag ik het even afronden? Dat we daarna verder kunnen we interroperen. Oh, ja. Dus hebt u nog een laatste boodschap voor de mensen? Ik denk dat als iedereen elkaar gewoon helpt. En dat je niet gelijk je vooroordeel hebt van er zal iets, die zal wel iets fout hebben gedaan. Ja. Maar dat het gewoon echt beleid is. Om Nederlanders te onteigenen. Ik denk ook burgers gaan ze doen. Ja. En dat je elkaar gewoon helpt. Dat is al zoveel fijner dan wanneer je alleen doen. Dat is, Help elkaar, steun elkaar. Ook geloof elkaar. Geloof niet de smarte lasten van media of van instanties die voor de overheid werken. Dat zijn echt boeven. In drieledig pak. Ja. Witte borden criminelen. Er is niemand bevoegd hier om rechter te spelen. Ook nog. Dat is erg hoor. Maar goed, dat komt wel een keer naar buiten. Daar gaan we zeker aandacht aan besteden, ja. Mooi gesproken, dankjewel. Ja, dankjewel.